Ik zie dat dat van. Johan Antonissen, het begint al een beetje traditie te worden. Ieder jaar een andere boom van de stad. Ja. Maar dit is een hele bijzondere, of niet? Ja, dit is zeker. En ja, kijk, als je er zo voor staat, het is ook indrukwekkend. Het is toch een enorm grote boom. En ja, hij is ook al behoorlijk oud natuurlijk. Maar, ja, hoe oud is hij eigenlijk? Ja, hij staat al vanaf, het is een monumentale boom. Maar hij staat op de monumentenlijst en daar staat er het jaartal 1701 bij. Dus dan moet je nagaan, hè? Hij is 1701. Hij is net wat jonger dan de Oostkerk. Hij is als middelburger, ja. Dat gaat vergelijken. Maar is er dan ook bekend wie hem heeft geplant? Of, Nee, er is allemaal niks van bekend. Maar er is hier altijd een Adam Weeshuis geweest. Hè? En daar is hij natuurlijk. Hier waren dus chirurgijnen om die wezen te begeleiden en zo. En die hebben hem waarschijnlijk in de kruidentuin aangeplant. Maar het leuke is, of het mooie is, meestal in zo'n kruidentuin, er zaten altijd planten in die hielpen om problemen of om ziektes te voorkomen. En van deze, er is eigenlijk heel weinig bekend. Maar er zijn nu al zoveel onderzoeken naar gedaan. En ik heb er al eens een gelezen en dat vind ik eigenlijk de mooiste. Hij laat een stofje los en dat heet juglon. En dat werkt verdovend. En dat is eigenlijk helemaal legaal. Maar als je er dus onder gaat zitten, dan kom je helemaal tot rust. En dat is het mooie. Ik voel al een beetje zoiets over me heen glijden. Ja, in het najaar is het minder. Juglon. Maar het is een vleugelnoot, maar wat is het nou precies voor boom, een vleugelnoot? Een vleugelnoot is gewoon familie van de okkernootfamilie, zeg maar. Van de walnoot en van alle noten, de zwarte noot. Maar draagt deze ook vruchten? Hij zit, ja, kijk, daar heeft hij ook die naam aan te danken. Ik raap er eentje op. Ja, kijk, dat is heel goed. Hier hebben we het. Kijk, het zijn eigenlijk hele kleine nootjes. Gevleugelde nootjes. Kijk, je hebt ook een mooi Zwitser zakmesje bij. Ja, tuurlijk. Mag nog, hè? Net niet groot genoeg. En kijk, er zitten vleugeltjes aan. En als het helemaal verdroogt, dan kan het door de wind verspreid worden. Maar ook door dieren meegenomen worden, muizen en dergelijke. En kijk, dat is ook zo mooi om die boom te zien. En dan denk je van, goh, onderop. En dan is het al een stikoude knar. Wat kan dat nou nog uitlopen? Maar die is nog zo. Die goede blaadjes. Maar ik zie ook, er zijn hier ook een soort grote, enorme schroeven in aangebracht. Ja, dat ging je aan de scheuren. Ja, nou kijk, ze hebben wel eens gespalkt. Bovenin zit ook nog een staalkabel. Maar dat zijn nog methodes vanuit de jaren 80. Ik denk dat ze dat nu niet meer doen. Want dan werd er ook balsem aan gesmeerd om hem tegen schimmels te beschermen. Ja, van dat grijze spul zag je dan wel eens, hè? Ja, maar dat kan de boom allemaal veel beter zelf. Maar kijk, hier heeft hij nog eigenlijk een, als je dat zo ziet, hè, een persikhuidje. En dat groeit weer helemaal dicht. En daar is het al een echte oude knoest. En je kan ook zien dat hij een beetje, het is net zoals bij oude mensen, op de duur gaat hij een beetje inzakken en krom worden. En dat doet deze ook. Want die omvang, ik denk 20 of 30 jaar geleden was dat 8,70 meter. En nu is het al meer dan 9 meter, die omvang. Maar dat is niet dat hij nog, hij dijt wel uit, maar dat hij nog veel groeit, maar hij zakt in. Vorig jaar waren we bij de boom met de moeilijke voetjes, voeten. Ja. En die heeft hij toen niet gewonnen, maar als, ja, je nou, was nog vierde, als jij dan moet kiezen tussen die twee bomen, welke is dan jouw favoriet? Deze is natuurlijk veel mooier. Is dit de mooiste boom van Middelburg? Ja, dit is echt wel. Ja, we hebben nog wel wat achter de hand, maar dit is echt wel een van de mooiste. Dit is een topper, ja. En hoe verhoudt zich dat tot andere bomen die dit jaar meedoen? Is dit gewoon dit moet eigenlijk gewoon de winnaar worden? Ja, ik denk, als ik alle andere verhalen lees, hebben allemaal natuurlijk een kans natuurlijk. Maar als je dit ziet, dan denk ik van, god, dit is toch wel erg imposant, hoor. Tot wanneer kunnen mensen stemmen? Tot 14 oktober. Maar je zei het net terecht, want we hebben meer dan 300.000 inwoners in Zeeland. Als daar nou gewoon eens 1% van stemt, dan zijn we gewoon al binnen, hè? Ja, kom op, hè, Zeeuwen. Ja, we kunnen het. Er moeten nog veel meer stemmen bij komen. Heel goed, dankjewel. Okay, dank je.